Ik ontzeg u de toegang tot het pand van Box. Nou, dan wacht ik hier. Dan wacht ik hier. Ja, hallo en welkom bij Boos, waarin we jouw problemen oplossen. Met deze week hoe het bedrijf Boxopslag een inboedel ter waarde van zo'n 6.000 euro liet verdwijnen, maar het probleem maar niet wil begrijpen. Ja, dus even. Ik heb met de. En een vestigingsmanager die het falen van zijn bedrijf maar slecht kan verkroppen. Oh. En de gedupeerde deze week is Rachida. Rachida, jij bent boos, hè? Ja, dat klopt. Juist. En dus tijd dat we voor jou eens op pad gaan. Koud? Koud. Hallo, Rachida. Er is een zaak en jij bent je spullen kwijt. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, dat klopt. Ja, vertel. Wat is aan de hand? Ik huur ongeveer 2,5 jaar een opslag bij Boxopslag. Mm-hmm. Ja, Box is een van de snelst groeiende spelers in de opslagboxenmarkt. Die vestiging na vestiging na vestiging opent met CEO Erwin Fleer, dit is hem, aan het hoofd. Maar niet alles verloopt altijd even klantvriendelijk. Hier bijvoorbeeld in Utrecht, waar 170 mensen niet bij hun spullen konden door een akkefietje dat Box had, werd opeens het probleem van de klant. En de overige kritische reviews komen we zo nog op terug, maar eerst dus het probleem van Rachida. En vorig jaar augustus ging ik er naartoe om een koffer op te halen omdat ik op vakantie ging. Ja. Nou ja, toen kwam ik er ineens niet meer in. Vervolgens heb ik gebeld met Box en toen zeiden ze van... we kunnen je nu niet helpen, maar we komen er zo snel mogelijk op terug. Eindstand heb ik nooit, kon ik nooit in mijn opslag. Nee. En vonden zij het ook frappant, maar dat is het enige wat zij konden melden. Ja. Er gaan hier een paar dingen mis. Jij zet je spullen in de opslag, komt terug en je sleutel doet het niet meer. En zij bieden jou niet gelijk hulp aan. Uiteindelijk is die Box open gegaan. En toen? Die Box is open gegaan en er zaten spullen in van iemand anders. Ja. Toen werd er aangegeven van ja, we hebben een verbouwing gehad, dus wellicht is daar iets misgegaan. Maar toen zei ik ja, maar tijdens die verbouwing ben ik er geweest, na die verbouwing ook, dus dat is niet correct. Oh ja. Dus ik weet wat mijn opslag is, dus ik wil gewoon in mijn opslag. Eindstand waren mijn spullen dus niet verdwenen. Maar nergens? Nergens. Dat is fucking raar. Ja, dat is echt dat kut is ook fucking... gewoon. Er zijn al je spullen gewoon weg. Ja. Ja, en het gaat ook gewoon om, om een bed, om een kledingkast, om dingen van mijn school van 10 jaar geleden. Ja, ja dingen school. Waar je waarde aan heeft. Ja, ja. Precies. Ja. Dus zij hebben op een gegeven moment gezegd van oké, kan je mij een lijst toesturen met hetgeen wat erin zat. Ja. Dat heb ik ook gewoon netjes gedaan. En heb jij, want ik las ook dat je aan het begin van je contract moet je zo'n inboedellijst sturen contractueel gezien. Nee, dat hebben ze mij nooit aangegeven. Dus aan het begin hebben ze mij nooit gezegd van kan je mij een lijst toesturen. Oh. Dus dat is het enige waarvan dat ik niet wist, zeg maar. Nee. Even, hoeveel euro aan spullen was weg? Nou ja, opgesomd meer dan 6.000 euro. Ja. Maar dat is natuurlijk niet alles als je het hebt over emotionele waarde. Nee, maar nee. Laten we zeggen plus minus 6.000 euro. Ja, 6.000 euro een emotionele waarde. Betaalde jij wel nog je huur? Ja, zeker. Vanaf het eerste moment heb ik gewoon alle betalingen gedaan. Ja. En daar is ook nooit iets mis in gegaan, nee. Gelukkig. Het enige wat wel een beetje apart is, is dat het nummer op mijn factuur nooit overeenkwam met de juiste nummer wat op de opslag stond. En daar heb ik wel een paar keer over gemaild. En wat is hier nou gebeurd, zeggen zij? Want waar zijn die spullen nou? En... Daar kunnen ze geen antwoord op geven. Nee. Ja, ik vind het heel apart, want zij hebben gewoon camera's, denk ik. Hebben ze ook gezegd, toch? Er staat volgens mij op de website zelfs dat ze dat met camera's beveiligen ook daar. Ja, dus het is dan toch ook, 1, is dat gefilmd? Ja. 2, is er dan ingebroken? Nou, dat kan gebeuren. Ja. En dan zeggen ze, oh nee, we doen er een nieuw slot op, want alles is weg. Dan hadden ze jou even kunnen bellen. Ja. Of 3, hebben ze misschien een foutje gemaakt, administratief gezien, en dachten ze, jouw spullen staan hier en ze horen hier niet, die pleuren allemaal weg en we verhuren de Box opnieuw. Ja. Oké, wat willen we nou vandaag? Het liefst transparantie in de zin van waar zijn mijn spullen? Ja. En als mijn spullen er niet meer zijn, dan zou ik graag een vergoeding willen voor hetgeen wat er daadwerkelijk in zat. Dan gaan we eens op pad naar het bedrijf. Ja. Kom maar door met dat geld. Vertel ons wat er gebeurd is. Ja. Zullen we doen? Ja. Dan gaan we doen. Dan de zaak van Rachida. Haar spullen zijn dus sinds augustus opeens weg. Maar, zegt Box, zij accepteren geen aansprakelijkheid voor het kwijtraken van Rachida's complete inboedel. Ze beroepen zich bijvoorbeeld op hun algemene voorwaarden. Daarin staat dat je van tevoren een inventarisatielijst moet leveren. En dat Box, let op, nooit aansprakelijk is voor het kwijtraken van spullen. Nou, wij hebben Rachida's zaak voorgelegd aan wat juristen. En die zeiden eigenlijk heel resoluut,
dit mag niet. En we quoten, dit klinkt als een oplichter die zelf maar wat in elkaar flanst over die algemene voorwaarden. En het vervangen van het slot en het plotseling verdwijnen van de spullen maken Box volgens de juristen wel degelijk aansprakelijk. Er is namelijk gewoon sprake van een wanprestatie vanuit Box. Bovendien blijkt zij niet de enige te zijn met deze klachten. Hier wat publiekelijke reviews. Op 13 mei zouden al mijn spullen thuis bezorgd worden, bleken al mijn spullen te zijn verdwenen. Box reageert niet op mij en ik ben nu naar de kantonrechter gestapt om mijn geld terug te krijgen. Box is onze container kwijtgeraakt. Enkel en alleen door 100 miljoen miljard keer te bellen is na een maand de Box terecht. Financiële compensatie laat nog steeds op zich wachten. Ik heb jaren bij dit bedrijf een opslag gehuurd. Maanden later blijkt alle elektronica uit mijn opslag te zijn verdwenen. Dit voorval was al maanden bekend bij Box, maar medewerkers hebben dit stilgehouden. Ze vertelde pas dat de Box zou zijn omgevallen toen ik zaken kwam ophalen. Juist, genoeg reden dus om eens langs te gaan bij Box. Want waar zijn Rashida's spullen nou gebleven? Juist, want is er ingebroken? Heeft Box een foutje gemaakt? Zit het hem toch in de verkeerde factuurnummers of is er iets anders aan de hand? Er is maar één partij die antwoorden heeft en dat is Box. En dus tijd om daar onze zoektocht naar antwoorden te beginnen. We hebben nog twee juristen gecheckt. Ja? Jezus, koud. En die twee juristen die staan ontzettend aan jouw kant ook. Die zeggen, okay. Zij kunnen niet opeens dit doen en dan zeggen, oh, nee. Geen idee. Oh, hier moet ik normaal naar binnen. Als je wil zien waar mijn opslag was, dit is normaal dicht. Maar ik weet niet waarom. Als je klachten hebt, directie@box.nl. Dat is wel vast handig, toch? Ik wil ook even kijken wat voor camera's hier dan hangen. Hier. Nee, ja. Iemand moet toch gefilmd hebben wat hier dan gebeurd is? Deze. Het is ook gewoon nog precies hetzelfde als de laatste keer dat ik hier was. Want dit, ik dacht iemand, het is ook kapot of zo, maar dit 226. Is niet meer. Hallo. Dankjewel. Goede service. Is dit het hoofdkantoor? Ja. Zo. Nou, even kijken hoor, even serieus. Is het deze? Is het hier niet gewoon een pasje? 000. Nee, je kunt het heel vaak doen dat het alarm afgaat. 2023. Nee, we moeten bij Box zijn. Ja, ik zal het. Oh. Ik weet niet hoe ik hierin kom. Ik weet ook niet waar ik aan moet kloppen. Oh, dat is fijn. Dankjewel. Ja, iemand die... hi, hallo. Iemand die hoog geplaatst is. Maar ja, zeker. Ik zoek iemand. Is er een manager? /directielid? Ja, die loopt hier achter je. Echt waar? Daar bent u. Ja? Wat prettig dat u ons binnenliet. Ga maar daar, kom ik aan. Ja, dat is goed. Wat een plot twist. Er gebeurt heel veel. Ja. Nou, heb je gelijk de chef? Ja, hij was nog heel blij. Ja. Heel even. Hallo. Goedendag. Wij zijn van het programma Boos. U kent het misschien? Nee, ken ik. Nee, het is een programma over bijvoorbeeld consumentenrecht. Ja. Ik ben Tim. Nee, dat is goed. Dat is Rashida. Ja. Wie bent u? Ga maar door met het verhaal. Nou, haar spullen zijn kwijtgeraakt. Het slot is door jullie vervangen. En niemand hier kan vertellen wat er met haar spullen is gebeurd. Het procedure is dat voordat je je spullen in opslag doet... Ja. Dat er aangeeft wat je wil opslaan. Dan wordt een offerte aangegeven van hoe groot de box moet zijn. Ja. Plus dat er een borg gestort moet worden. Ja.
En naast de borg is dat dan in de dagelijks goed opgesteld en foto's gemaakt van de spullen. Ja. Dan wordt er een formulier getekend dat het bedrag elke maand wordt geïncasseerd. Ja. Als het bedrag niet geïncasseerd kan worden, dan wordt er een aanmaning gestuurd. Ja, maar dat is allemaal niet aan de hand. Zij heeft netjes betaald. Ja, de procedure kennen we, maar dat is niet antwoord op mijn vraag. Ja. Mijn vraag is, wat is er nou gebeurd met haar spullen? Na de tweede aanmaning. Er is geen heeft aanmaning niets met geweest. De aanmaning te maken. Ik heb gewoon mijn facturen betaald en dat staat ook gewoon duidelijk in de mail. Want inderdaad wordt er elke maand een mail gestuurd met een factuur die automatisch geïncasseerd wordt. Ja. En die is automatisch geïncasseerd tot op voor kort. Totdat jullie aangaven van hey, oké, nou we sluiten het dossier, dus we betalen een aantal maanden terug. Want ik had wel gewoon netjes betaald, zelfs toen ik niet eens wist waar mijn spullen waren. Dus ik snap wat u zegt, maar het is niet correct. Nee, de vraag is nu waar zijn haar spullen, maar niemand kan haar dat vertellen. Dat slot is vervangen door jullie. Er zijn twee opties. Eén, er is ingebroken, dat weten jullie. Jullie hebben haar niet geïnformeerd en de spullen zijn weggehaald. Nou, dat zou dan op camera staan. We hebben gekeken, net aan de andere kant hangen camera's. Haar kluis of haar box goed in beeld. Tweede optie is dat jullie misschien een administratieve fout hebben gemaakt, haar spullen weg hebben gehaald. Daar iets mee gedaan hebben en een nieuw slot op dat hok hebben gezet. Niemand wil alleen dat vertellen. Dat ik precies de procedure aangeef zoals die is. Nee, helemaal niet. Nee, dan heb ik vriendelijke verzoek of je het pand wil verlaten. Nu heb ik een moeilijke vraag en dan moet nee, van weg. Nee, helemaal niet. Wat is dan, wat ik is dan heb het met de probleem? Klant te maken. En met niemand anders. Maar nee, maar die klant die wordt niet geholpen. Anders had ik ze deze stand nu heel hard tegen mij doen. Maar die klant wordt niet geholpen. Haar spullen zijn weg. Niemand hier wil vertellen waar haar spullen zijn. Is dat niet heel ingewikkeld? Ik heb te maken met de klant. Nou, stel jij dezelfde vraag. Ja, oké, maar als ik aan u inderdaad de vraag stel, weet u waar mijn spullen zijn? Of wat voor oplossing wordt er geboden? Uiteraard heb ik die bij mij, ja, zeker. Oké, okay. Geef maar. Nou, ik ga niet zomaar mijn paspoort geven. Ik kan het wel aan u laten zien. Maar hè, aangezien spullen verdwijnen, ga ik niet zomaar mijn paspoort nee, aan u geven. U kunt laten zien wie u bent. Zeker weten. Ja? Ja. Wat kunt u hier aan doen nu? Nu niks. Waarom niet? En haar spullen zijn weg. Ja. En? Ik heb met de klant te maken. Oké. Okay. Ja? Stel je anders de vraag. Nee. Ja. Ja, u hoeft niet. Maar kijk, het is heel makkelijk om zo te antwoorden. Maar ik heb nog steeds mijn spullen niet. Plus, het was een aardige waarde wat erin zat. En ik heb het de hele tijd netjes gecommuniceerd. Totdat er op je hebt gegeven... de inventarislijst, als het goed is, ingeleverd. Je hebt dat foto's ingeleverd. Dat klopt, dat klopt. Er hangen daar camera's. Jullie kunnen hier zien, is er melding van inbraak gedaan... of hebben jullie een administratieve fout gemaakt? Die spullen zijn weg. Ik zal eerst het dossier tot me moeten nemen om dat door te nemen. Okay. En dan zal ik dat ook reageren. En op wat voor termijn kan ik dan een reactie en oplossing verwachten? Deze week. Oké. Okay. Fijn. Ja? Oké, okay. En dan mailt u dan of belt u dan? Ik mail. Ja. Tot nu toe gebeurt dat per mail. Oké. Okay. Ja? Ja, de vraag is dus, wat is er gebeurd met haar spullen? Dat is de eerste vraag. Dat moet hier ergens in het systeem staan, dat is nog niet. Dat zal ik uitzoeken. Oké, okay. Nou, fijn. Nou, was niet zo heel ingewikkeld. Dan wachten we daarop voor Dank als je. Eerste poging. Dank je wel. Bedankt. Fijne dag. Oké, dank u wel. Dank je. Oké, okay, stap 1. Ik ben ook een beetje beduust. Oké, okay, kom even. Dat is de man die ons binnenliet. Dat was überhaupt wel grappig. Een kleine plot twist, ja. Hij doet nu de deur op slot. Ja, hij was toch niet zo blij met zijn eigen keuze. Wat vond jij? Overigens, we zijn nog niet. Aflevering is nog niet afgelopen. We zijn nog niet klaar. Dit is een begin. Nee. Ik vond het sowieso heel raar hoe hij reageerde. Want ten eerste kan je gewoon je naam zeggen. Want je verwacht wel van mij dat ik... Ja, mijn persoonsgegevens aan jou geven, et cetera. Maar je wil niet even jouw naam aan mij zeggen. En je geeft aan van, hé, ik ga het oplossen binnen een week. Maar dit heb ik echt al herhaaldelijk gehoord. Ja. Dus ja, dat ik nu iemand die ik nog niet eerder heb gezien, dat zie zeggen. Ja, ik heb daar persoonlijk niet ik vond per hem ook niet zo erg onder de indruk van jouw probleem. Nee, hij heeft mij al eens eerder... Nee. Ja, boeien. Ja. Maar we moeten, dit is wat er gaat gebeuren. Er is natuurlijk aan het begin niet gezegd dat jij die lijst in moest leveren. Die heb je uiteindelijk 3 keer wel ingeleverd. Hè? De lijst met de inventaris van jouw box. Inclusief foto. Maar daar moeten we ons niet door laten afleiden. Nee. Want dat is, want hij begon gelijk over protocol. Ja. Je tekent een contract, levert een lijst in, dan heb je een verzekering. Dus zij doen alles eraan, wat onze juristen ook al zeiden, om geen verantwoordelijkheid te nemen. Ja. Maar dat is nonsens. Die verantwoordelijkheid hebben ze wel. Ja.
Dus nogmaals, waar wij voor moeten gaan is, wat is er gebeurd met die spullen? Ja, ja, daar kan ik geen antwoord op. Er hangen daar camera's, dat moet opgeslagen zijn, dat moet geregistreerd zijn. Het is een foutje of een inbraak. We zijn er nog niet. Dit is gewoon een start. We hebben die meneer even aan het werk gezet. Ja, we gaan even kijken wat er gebeurt. Nou, mysterie op mysterie. Want waar zijn nou de spullen van Rashida? En wie is deze behulpzame, edoch warrige woordvoerder? Rashida mailt Box met dezelfde vragen, krijgt reactie. Maar Box geeft daarin wederom geen enkele reactie op de vraag: wat is er nou gebeurd met mijn spullen? Wel zeggen ze, wij zijn niet aansprakelijk. Iets wat onze juristen dus tegenspreken. En de zaak is gesloten. Alleen, er is niks opgehelderd en er is niks opgelost. Wel lost zich een ander vraagstuk op. Namelijk wie die man van net nou is. Het antwoord staat onderaan de mail. En zijn naam is Ruud Evers. En aan een kijkje op LinkedIn is te zien dat Ruud bestuurder is bij Box en dus wel degelijk iets voor ons zou moeten kunnen betekenen. En dus zoeken we Ruud Evers nog maar eens op. Het is precies zo gegaan als dat we verwacht hadden. Ja, maar echt zonder een uitzondering. Zonder een uitzondering. Dus wat wij al vermoeden was dat ze bij Box gaan zeggen: ja, er is iets met de inventarisatielijst. Ja. Wij zijn niet aansprakelijk. Alle, het hele gelul het weer. Hele verhaal, zeg maar. Nou, we hebben het net allemaal uitgelegd. Maar waar het dus om gaat is, waar zijn die spullen? Ja. Iemand zij heeft die uit die dat. Box gehaald. Ze hebben het slot vervangen. Ze zijn zich ervan bewust geweest dat, dat die box op een gegeven moment leeg is gehaald. Punt. Daar hangen daar camera's, die hebben we gezien. Het is zo raar. We know, ze gaan gewoon daar niet op in. Ergens zijn die spullen uit die box gehaald. Dat is met een camera gefilmd. Ja. Ze hebben het slot vervangen inderdaad. En dan geven ze gewoon antwoord op een andere vraag. En dan geven ze geen antwoord op. Ze zeggen, nee, ja, er is iets mis met je inventarisatie. Nee, oké, stel dat dat zo is, dan willen wij nog steeds weten. Ja. Waar zijn die spullen? En dan staat zij ook nog steeds juridisch in haar recht, hè? Nee, dat ook nog, zeer zeker. Ook dat nog. Hoe heet die makker nou ook weer? Oh ja, Ruud. Ruud? De man die we vorige keer spraken was Ruud. Oh ja, want Ruud heeft haar teruggemaild, hè? Ja. Hi. Hi. Tim Hofman van Boos hier. Wij komen voor Ruud. Oké, okay, ik zal hem even voor je halen, Tom. Ja, dankjewel, man. Yes. Joe. Ik kom zo een soort naar beneden, jongen. Joe. Dat is heel vriendelijk. Ja. Oh, daar komt iemand. Is hij het? Is het Ruud? Ah, is het Ruud? Is het Ruud? Zeg, spannend. Het is Ruud. Ja. Het is Ruud. Dag, Ruud. Hallo. Daar zijn we weer. Hallo. Nou, we hebben een mailcontact heeft u gehad, hè, met Rashida. Maar wij hebben twee problemen. Eén, de juristen die we hebben gesproken, die zeggen jullie zijn wel verantwoordelijk voor als er iets misgaat. En twee, wij willen alsnog weten wat er nou met die spullen is gebeurd. Ik denk dat ik duidelijk antwoord heb gegeven aan... Nee, dat heeft u niet. Nee. Onze vraag was, ik ga hem nog een keer herhalen, kunt u daar antwoord op geven? Waar zijn nou de spullen uit die box? Er hangen beveiligingscamera's. Zij heeft daar niet aangezeten. Jullie hebben het slot verwisseld. Is er een foutje geweest? Hebben jullie die spullen eruit gehaald? Is er ingebroken? Dat kunnen jullie zien. Ze heeft zelf een slot. Iedere klant van ons die tekent een overeenkomst. Waarbij ook duidelijk wordt aangegeven dat ze zelf een slot kopen. Ja, dat is gedaan. Dat is gedaan. Dat slot is vervangen. Door jullie? Nee. Dat slot is vervangen. Dat is het verhaal. Nee, van wie? Wel. Van haar. Dat is daar gebeurd. Zij kon ineens haar box niet meer in. Nee, daarom is zij hier. Ja, dus even... Is de klant hier of niet? Nee, die stuurt ons vandaag hier. Oké, dan zonder klant ga ik... We kunnen haar even bellen. We kunnen haar even bellen, dat is goed. Ja, zo werkt dat niet, sorry. Jawel. Nee, voor mij niet. Bent u nou lui, dom of kwaadaardig? Geen van al. Oh, nou, dat doet uw werk niet goed. De vraag is namelijk... Oh. De vraag is namelijk, Ruud. De vraag is, wat is er gebeurd met de spullen uit haar box? Jullie hebben dat ergens op camera staan. Ben ik duidelijk nu? Nee. De klant is er niet bij. U beantwoordt de vraag niet. Jawel, ik beantwoord de vraag wel. De klant is er niet bij en dan hoef ik jullie ook niet te woord. Die gaan we even bellen. Nee, u hoeft helemaal niks. Die is er gewoon bij. Ruud, moeten we nou weer hetzelfde gaan doen? Want ik loop gewoon mee omhoog. Je komt het pand niet in. Dus Ruud, nogmaals de vraag. Wat is er gebeurd met haar spullen? Hebben jullie dat ergens zwart op wit staan? Wat is er nou gebeurd met die spullen, Ruud? Kun je dat vertellen? Afblijven? Nee. Ik ontzeg u de toegang tot het pand van Box. Oké, nou, dan wacht ik hier.
Maar vertel ons dan, wat er is met die spullen? U mag niet aan mij zitten, dat mag u helaas niet doen. Zo zijn de voorwaarden van de wet. Ruud! Zullen we bellen? Ja, we gaan het hele bedrijf bellen. Goed, wij bellen nog even met Box. Daar krijgen we wat medewerkers te spreken. Deze beloven ons achter het verhaal van Rachida aan te gaan. En daar wordt allereerst gezegd... Ja, er is heel veel conversatie over geweest, hè? Ik zie dat het ook niet aan de betalingen ligt. Nee, daar ligt het niet aan, inderdaad. Want die zijn altijd gedaan. Ja. Ja, en waar Ruud heel stellig mailde dat de zaak gesloten was... en ze precies wisten waar het aan ligt... zegt iemand van Box Klantenservice ons iets heel anders. Ja, wat het is... Durf dat nu zo ingewikkeld niet te zeggen? Nou, dan belooft men ons nog eens terug te mailen, maar helaas nooit gebeurd. En daarom een allerlaatste poging bij het huis van de CEO. Hij is niet thuis. En daar laten we ook nog een cadeautje achter. Sorry, we zijn je complete inboedel kwijtgeraakt, oorkonde. Die zetten we voor de deur. Het is een beetje bijna een soort Italiaanse maffia in New York, hè? Dat je zo'n briefje aan je deur krijgt. Dat het een heel onheilspellende... Ja, dat staat er dan. Ja. Kut, ze zijn hier geweest. Ja. Ik zou daar best zenuwachtig van worden. Dat is niet de bedoeling natuurlijk, maar wel een beetje. En dan, na maanden contact, naar antwoorden, vragen en slapeloze nachten door Ruud Evers... krijgen we eindelijk reactie van Box. En wel van de CEO zelf. En dat was even verrassend als bizar. Let op. Oké, ja. Dit heeft nog een staartje gekregen. We hebben namelijk eindelijk vernomen hoe het nou echt zou zitten. Het is een krankzinnig verhaal geworden. Ik kan niet anders zeggen. Allereerst, we hebben natuurlijk ook nog oproep gedaan. Dat was deze oproep. Werk je bij Box? Weet je meer? Laat het ons weten. Nou, wat kwam daaruit? Heel veel, maar voornamelijk meerdere medewerkers die inderdaad zeiden... wat hier gebeurt in deze zaak gebeurt wel vaker. Ja, dat zien we wel vaker. Voor onze indicator dat dit dus een serieus probleem is... eindstand hebben we natuurlijk die oorkonde neergelegd. En 7 februari, jongstleden, kregen wij een mail van Erwin zelf, van de chef. Ja. Nou, dat is een hele lange mail... Die afsluit met een teleurgestelde fan van het programma. Ja, altijd leuk om te horen. Horen we ook wel vaker als wij een moeilijke vraag sturen. Maar waar het op neerkomt is eigenlijk dat hij zegt... Allereerst, hij gaat aangifte doen van oplichting, chantage en afdreiging naar ons toe. Ja, en naar Rachida, hè? Dus vanwege oplichting. Ja. Gaan we zo uitleggen. De camerabeelden waar wij naar gevraagd hebben... die zijn uiteraard al lang verwijderd. Dat gebeurt al na een maand. Ook een beetje gek eigenlijk. Ja, dat staat namelijk niet op de website vermeld bijvoorbeeld. En nee. Het zou wel fijn zijn als je dat dan weet. Betekent dat als je na 4 maanden terug bij je Box komt en alles is gejat... Heb je niks in die camerabeelden. En hij zegt ook nog dat Rachida naar de rechter mag stappen... want het is hier immers geen Noord-Korea. Nou, dat klopt. Dat dus. Klopt. Ja, dat hebben wij gecheckt. Dit is correct. Wat hij vooral zegt is dat wij een uitzending maken gebaseerd op leugens. Ja. Dingen die niet waar zijn... En dat het allemaal een farce is eigenlijk, sensatie. Maar het ingewikkelde is dus dat wij 2 keer lang zijn gegaan. We hebben gemaild met Ruud, zelf heeft Rachida ook al maanden een dossier achter de hand. Met contact met het bedrijf zelf. We hebben de klantenservice nog even gebeld, die zouden ons mailen, et cetera, et cetera. Ja. Nou, niks gehad. Geen antwoord, geen duidelijkheid. Nee, tot 2 dagen later. Na die mail van Erwin krijgen we een sommatiebrief van de advocaat van Box. En daarin gaan ze door op wat Erwin zei. En dit is, dit is hun verklaring van wat daar nou gebeurd is. Ja. Zij zeggen, wij hebben de ex-partner van Rachida gesproken. De ex-partner met dezelfde achternaam als zij. Dat betekent dat ze ook nog getrouwd zouden moeten zijn. En hij heeft die Box leeggehaald. Ja. Dat is hun verklaring. Ja. Dus na maanden heen en weer gaan, hè, met en allemaal vragen. Andere verklaringen en vragen. En Ruud die nog het dossier sluit in de mail naar ons. Is dit opeens het verhaal? En was het ook al die tijd al geweest? En dat is het ook verhaal. Al die tijd al geweest. Blijkbaar. Ja, niemand heeft dat ooit aangehaald. Maar dit is blijkbaar het verhaal al die tijd geweest. Nou, wij hebben gevraagd, lever eens bewijs. Dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben geen bewijs geleverd. Ze zeggen niet hoe ze dit weten. En volgens hen zouden de feiten aantoonbaar anders liggen. Alleen, dan wat wij zeggen. Ze laten niet zien hoe Nee, dan. We krijgen helemaal niks meegestuurd. We krijgen niks zo. We krijgen alleen dit. En dus rest ons maar 1 ding. En dat is even dit checken met Rachida. Oké, Rachida, daar ben je. Luister, nou, we hebben inmiddels natuurlijk... Wij hebben antwoord gehad van Box. Na maanden mailen door jou en door ons...
bellen en langsgaan. En eindelijk heb ik het antwoord. En dat is namelijk dat jouw ex-partner met dezelfde achternaam als jij de box leeg heeft gehaald en al je spullen heeft. Ik ben nooit getrouwd geweest, dus dat gaat niet. Nee. Nou ja, dat stopt het al, toch? Heel simpel. Ja. Heb jij een boze ex-partner? Recent? Nee, dat denk ik niet. Nee, ja, het is, ja, we moeten het je toch even vragen. Heb jij dan een sleutel aan iemand gegeven met dezelfde achternaam die spullen weg kan halen? Ook niet, nee. En dan nog even, nee. Zij zouden jou ook nog uitnodigen voor een gesprek om het op te lossen. Hebben ze dat nog gedaan? Nee, ze hebben mij wel gebeld. Ja. Dan zeiden ze van, met wie spreek ik? Toen dacht ik, ja, jij belt mij, dus volgens mij hoort dat andersom. Mm-hmm. Dus toen zei ik van, met Rashida, want ik heb niks te verbergen. En toen zeiden ze van, oké, dan weet ik genoeg. Want toen hadden ze opgehangen in mijn oor. Nee, oké, helder. Als er wel een ex is van jou de boel leeg heeft gehaald, ja, ik weet het ook niet. Maar als dat wel is gebeurd, dan weten zij dat. Dan weten zij dus wie dat is. Dan weten zij ook welk telefoonnummer daar is. En dan willen we daar wel bewijs van zien. Maar dat is er dus allemaal niet. Oké, nou, weet je wat we gaan doen? In het kader van constructief zijn en oplossen gaan we kijken wat er na deze uitzending bij ons binnenkomt. En kijken of we daar weer mee aan het werk gaan. Ja, oké. Dat klinkt goed. Ja, oké, we houden dan even contact en dan kijken we wat hier uitkomt, ja? Oké, nou spreken we je later. Oké. Doei. Doei. Afrondend dus. Het verhaal van Box, wat opeens na een jaar gebakkelei bovenkomt, is heel vreemd. Het is heel raar. Het is heel vreemd. Ja. Het is nooit eerder ter sprake gekomen. Ze willen ons niks vertellen. Dus Box, als iemand bij jullie zit te kijken, Ruud, Erwin, andere werknemer, mail ons even terug. Mail ons even terug wie jullie nou gesproken hebben, wat daar precies gebeurd is en ook welke telefoonnummers jullie hebben gebruikt. Wij weten hier namelijk van niks. Rashida zegt ook van niks te weten. Wij willen dat allemaal heel graag checken, maar jullie moeten ons daar wel bij helpen. Ja, Erwin, jammer dat we jou teleurgesteld hebben. Dat heb jij ook bij Rashida gedaan met jouw bedrijf. Dus dat heft elkaar weer lekker op. Nogmaals, werk je bij Box? Laat ons weten als je iets weet. boze@bierenvaren.nl heb je een ander probleem. Dan horen wij jou ook even goed. Heel graag. En vergeet niet te abonneren op ons kanaal. Bijna 1 miljoen abonnees. Daar werken we naartoe. Ontzettend leuk. En als je wil weten hoe zaken aflopen, klik even in de beschrijving op onze Instagram. @boze@bierenvaren. Tot volgende week. Nou, eerst was het volgens Box een verbouwing en toen een factuurfoutje en toen een betalingsachterstand en toen een inventarisatielijst en toen wisten ze het niet en toen was het case closed en toen bleek het na maanden contact opeens toch niet case closed en was het de vergeten ex-bruid van Rashida. Allemaal heel vaag dus. Maar er is ook goed nieuws. We zijn namelijk een stap dichter bij de waarheid, want of de spullen zijn inderdaad door iemand opgehaald of Box liegt de boel bij elkaar. Omdat het verhaal zo gek was, stuurden we Box nog een set vragen. Daar kwam geen antwoord op, maar we zitten hier met Rashida bovenop. Dus, Erwin, Ruud en de rest van Box, zo werkt dat niet. Als je liegt, lieg dan beter. Of, gek idee, neem je verantwoordelijkheid. En anders, tot snel. Onze gesprekken met Box vind je via de link in de beschrijving. Het is een aanrader om ze te lezen. En voor nu, tot volgende week. Oké, ben je zover? Ja. Ik niet, wacht heel even. Moet ik met jou meebewegen? Oké. Of ik kan ook wel op die bank gaan staan, dat kan niet, maar ik kan wel ergens op gaan staan. Specifiek die bank gaat niet lukken.